Vorig jaar waren er toch opeens opvallend veel zieken tussen de badgasten? Bacteriële infecties, diarree, huiduit. Fans van het Volk is een stuk over klokkenluiders. Ik speel een badarts, Thomas Stokman, die gif ontdekt in het kuuroord waar eigenlijk de hele lokale economie van afhankelijk is geworden. En Thomas die denkt, ja, dat moet allemaal hersteld worden. Maar, zoals ik zei, de hele lokale economie is ervan afhankelijk. Dus zijn broer, met name, die wethouder is, die zegt, nou, houd het nou maar even stil. Dus we zien eigenlijk hoe het een klokkenluider vergaat en welke belangen daar allemaal bij komen kijken. We zien een klokkenluider in een nieuwe stad waar iedereen gelukkig lijkt, waarin wordt gebouwd naar nieuwe idealen. Is dat ook een beetje een link met Almere? Een nieuwe stad, ja, Almere is natuurlijk een stad, een relatief nieuwe stad, waar alles opnieuw of moet worden uitgevonden nog, zeg maar. En ja, ik denk dat het een stuk is wat heel erg goed in Almere past. Zeker als je ook bedenkt dat er allerlei gemeente, politieke dingen ook allemaal verwerkt zijn in dit stuk, hoe de gemeentepolitiek een beetje functioneert. Dus iedereen die in ofwel iets met de gemeente te maken heeft, ofwel vastzit in bedrijfsstructuren of zo, die gaat een waanzinnig geweldige avond hebben. En oh ja, zo is het precies, zo gaat het bij ons ook. Dus ik denk dat het een heel herkenbare voorstelling is. Wat willen jullie aan het publiek meegeven met dit toneelstuk? Nou ja, eigenlijk willen we meegeven dat we in de maatschappij zijn beland waar alles alleen maar draait om financieel gewin, alleen maar om geld. En dat wie daar het slachtoffer van wordt, maakt eigenlijk niet meer uit. Dat is niet echt een hele hoopvolle boodschap, als ik hem zo hoor. Nee, het is geen hoopvolle boodschap. Maar het gekke is dat het stuk eigenlijk een komedie is. En soms zelfs bijna een klucht. Dus je komt er helemaal niet verzwaard uit. Je zit echt in een soort rollercoaster. Vijand van het Volk is eigenlijk een stuk met het allerbeste plot dat ik ken. Het is echt een page-turner, een thriller, zou je kunnen zeggen. Je zit echt op het puntje van je stoel. Ik weet ook dat ik het stuk voor het eerst onder ogen kreeg. Ik zat op een terras. Dat ik het in één ruk heb uitgelezen. Omdat ik dacht, wauw, wat gebeurt er nu? Dus het stapelt zeg maar de hele tijd. En net als je denkt, het kan niet erger, dan wordt het nog erger. Mogen we het publiceren? Ja. Ja, moeten jullie zelfs. De krant van morgenochtend? Natuurlijk.